Ik mag graag filmpjes maken als ik aan het fietsen ben op mijn snelle e-bike. Dat deed ik tot voor kort met mijn Chinese goedkope Action. Maar de nadeel van deze zijn twee nadelen aan. Hij schokt behoorlijk, er zit geen stabilizer in. En hij neemt op in AVI-formaat. Ik zoek al lang naar een programmaatje om beelden van de videobeelden samen te voegen met de data van de rit, van de GPX-data. Dat is de routegegevens, snelheid, hoogteverschil, al dat soort zaken. Maar wat je dus nodig hebt om de beelden samen te voegen, dat zijn natuurlijk de data van de fietsrit, de GPX, en de videobeelden van de fietsrit. De videobeelden, het liefst in MP4-formaat. Het videoformaat MP4. Heb je nou een apparaatje dat andere formaat opneemt, AVI, zoals deze, of MOV, geen probleem. Want er zijn genoeg softwareprogramma's die het omzetten naar het juiste MP4-formaat. Daarvoor gaan we naar de zoekbalk en typen we in Garmin... En dan Verb, V-I-R-B, Edit. Edit. Nou, als we dat doen, dan is de eerste link is gelijk de goede. Maar even opmerken, de derde link geeft heel veel informatie over een stappenplan over hoe je het programma kan gebruiken. Nou, we gaan dus nu eerst naar de downloadpagina. En daar hebben we het logo van de Garmin Edit. Het is een niet al te groot programma, maar het heeft eigenlijk alle basisfuncties aan boord. En het mooie van Garmin Verb is, je kan de GPX-data synchroniseren met de data van de video. En dat laat ik jullie straks nog even zien. Nou, deze ga je downloaden voor de PC of voor de Mac. Nou, ik heb inmiddels alle data in één map gezet. Dat werkt het prettigste. Hoewel je ook van allerlei verschillende mappen vandaan kan plukken. Inmiddels hebben jullie waarschijnlijk het programma gedownload en geïnstalleerd. En als je hem dan opstart, krijg je dit scherm tevoorschijn. We beginnen met maak een video. Hoppa, en dan beginnen we met de videonaam. En nou, in dit geval wordt het... rondje Lemmerberg. Oké, maak video. Nou, importeer uw clips en foto's. Dan beginnen we met het videootje. Ik open de verkenner. Dat zal hij dan wel niet laten zien. Nou, dan heb ik hier de... MP4, dat is dan wel weer belangrijk. Het programma is een beetje beperkt in zoverre dat hij volgens mij alleen maar MP4 video's accepteert. Dus dat zei ik van tevoren, moet je even kijken of je het in het juiste bestand heeft. Anders even converteren naar het juiste bestand. We hebben de video... in de bibliotheekmap van het programma en nou schuiven we hem naar de bewerkingsbalk. Dan krijg je een pop-up met de vraag of je hem wil optimaliseren. Nou, dat lijkt me dat het geen kwaad kan, dus ik doe altijd yes. Het is wel belangrijk dat de video echt de video van de rit is. Dus niet onderweg knippen of stoppen en later een stuk verder weer opnemen. Nee, het moet het knippen en plakken, dat doen we achteraf in het videoprogramma. In mijn geval met de Pinnacle Video Studio. Maar het komt er dus op neer dat het filmpje origineel moet zijn net zo lang als de rit zelf. Als de fietsrit zelf. En dat geldt natuurlijk ook voor de GPX bestands. Voor de data van de GPX. De navigator aan en uit. De videocamera aan en uit. Op hetzelfde moment. Kijk, je ziet hier dat de video is verwerkt in het bewerkingsgedeelte. Nou, het eerste gedeelte hebben we dus. De video.
Kijk, de mediabibliotheek, hier hebben we hem naartoe geplaatst en van hieruit hebben we hem op de balk gezet. Gaan we naar de knop. Dat is het mooie van dit programma. Het is zo overzichtelijk. Je kan stap voor stap. We hebben nu de video geïmporteerd en we gaan nu naar bewerken. Als we dat zouden willen, in dit geval doe ik het echte bewerkingswerk in de videosoftware. Dus ik laat het zoals het is. Zelfs de clipsnelheid kan je langzamer of sneller maken. Het leuke icoontjes erbij. Nou, wat wel belangrijk is, is het derde hoofdstukje, de G-matrix. Mooi woord voor de GPX-bestand. Dus we klikken erop en dan zeggen we importeer G-matrix. Nou, dan even kijken. Dat staat er nog niet bij, dus wat we nou gaan doen, is je kunt het vanaf een toestel importeren, als je een GoPro hebt met GPX-mogelijkheid. Maar, of een Garmin Verp camera. In dit geval heb ik een bestand al op mijn computer. Dan ga ik weer even het bestandsbeheer openen, wat dan niet gezien wordt. En sleep ik hem hierin. Zo, kijk, dat is het GPX-bestand. En hier zie je dat het inderdaad mijn rondje, hier in Lemelen, hier de berg op en de berg af. En hier was het beginpunt, want ik kwam vanuit Arnhem, vanuit de benedenregen. Nou, tot zover. Hier kunnen we alles, ja, ik laat dit eigenlijk zoals het is. Ik ben al lang blij dat het GPX'je er is, dus ik zet gebruik dit log. Nou, nu hebben we en het log en de video. Je ziet het verschil in beeld. We hebben hier de meter met de snelheid. We hebben hier de meter met het hoogteverschil. En we hebben hier het lopende icoontje van de route. Dus dat hebben we al in beeld. Nou gaat het volgende. De overgangen. Nou, het is een hele leuke functie. Ik sla hem over, zo gezegd, omdat ik hem al in Pinnacle ga editen, Pinnacle Studio. De soundtrack, ook een leuke functie, een leuke bijkomstigheid. Ook dit sla ik over. Titels zou wel kunnen, voeg een titel toe. Rondje Limmelerberg. Hoppa. Nou, hier kan je, ik gebruik meestal als font het baanschrift. Dat moeten jullie zelf even uitzoeken. Je kan, ik heb hem nou al standaard op 5 seconden met een fade in en een fade uit van 1 seconde. Dat zijn allemaal dingen die je zelf, kunt regelen. Nou, dan gaan we naar de kaart. Oké, ja, toch weer terug naar die G-matrix, de derde hoofdstuk. We hebben het bestand geïmporteerd. Wat we nu moeten doen, dat is hierboven heb je 4 opties. De schablonen, hier kun je dus verschillende schablonen kiezen hoe het eruit moet zien. Nou, ik laat het standaard nog even op de standaard schabloon. Hier kan je zeggen welke meters toegevoegd moeten worden. Nou, we hebben al de hoogte en de snelheid. Wat ik eventueel wel leuk vind is de tijdsduur erbij. Tijdsduur. Kijk, daar hebben we hem. Tijdsduur. Ik moest hem aanklikken en dan komt hij in het schermpje. Het enige verschil is, doe je de tijd voor de klok. Nou, ik vind deze iets mooier. Dus die schuif ik dan in het midden van de twee die we al hebben staan. We kunnen hem groter maken, kleiner maken. Oké, nou hebben we en de data, GPX data en de video. Nou, dan gaan we naar de videobewerking, zeg maar. Dit is de tijdlijn. Oké, G-matrix denk ik. Schablonen, gegevens. Oh ja, dat had ik vergeten te zeggen. Je kan een sprongdetectie, kan je kiezen uit verschillende. Nou, in mijn geval is het fietsen.
En hier hebben we opnieuw de synchroniseerknop. Nou, die is nogal belangrijk om het synchroon te laten lopen. Dus we gaan die aanzetten. Even kijken waar we zitten. Dit is het begin. Ik zie dat ik daar afsla, dus ik ga even iets verder op het moment dat ik ga afslaan. Kijk, dat is doorgaan. Hop, stilstaan. Nou, nu hebben we dit punt hebben we stopgezet. En dat is het moment dat ik hier ben. Hier precies boven in de hoek. Nou, dan halen we deze tevoorschijn. Ik kan hem iets groter maken. Dan hier hebben we al het rondje. Dan zeggen we, nou ga jij op het moment dat je voor dat fietspad staat, ga je daar, ach, daar, nou, dit lijkt me toch genoeg hoor. Oké, als je dat gedaan hebt, dus je hebt hier het punt gepakt en je hebt hier het punt gepakt, dan klik je op oké. En dan gaat het programma vanzelf. Nou, volgens mij zitten we nou goed en gaan we het afsluiten. Zoals gezegd, ik kan allemaal meer toeters en bellen, maar daar moet je even meer in verdiepen. Dit waren echt de basisdingen van de Verb Edit software. Wat we nu gaan doen is exporteren en dan kiezen we voor de, ik kies in dit geval voor de HD 1440 framerate, laat ik, nou nee, laat ik op 25 staan, doe kwaliteit hoog, nou weet je, we doen gewoon maximum. Oeh, dan wordt hij 218, dat hoog, kijk dan wordt hij toch nog bijna 2 gigabyte. Je kan kiezen of je dit intro erin wil hebben, of dat je zegt ik wil een intro en outro. Nou weet je, het kan geen kwaad, ik doe intro en outro. Oké, dan moeten we nu alleen nog bladeren dat we in de juiste map hebben staan. En dat is fietsrit divers, dat zie je dan niet op het scherm, maar dat wordt map 3 rondje Lemelenberg. Map selecteren. Nou, volgens mij hebben we alles, kunnen we exporteren. Exporteer video naar MP4 en daar is die begonnen met zijn taak.